Een beetje weggestopt, maar vooral volgepropt is het oorlogsmuseum aan de Bekkenweg. De twee loodsen staan tot de nok toe vol met tanks, wapens, vlaggen en uniformen. Maar nu krijgt verzamelaar Heiko Ates eindelijk een nieuwe, grotere ruimte waar hij nog meer van zijn enorme verzameling tentoon kan stellen. Heiko Ates vindt het erg belangrijk dat deze spullen voor het nageslacht bewaard blijven. Ik vind het belangrijk, ook voor ons nageslacht, dat ze toch echt wel mogen weten wat zich in die 5 jaar afgespeeld heeft. En met name hier in Groningen. Mijn doelstelling is eigenlijk om diorama's neer te gaan zetten uit de periode zoals de 4 dagen hier beleefd zijn in april 1945. En dat wil ik graag tentoonstellen voor het jongere publiek, maar ook voor het oudere publiek. De nieuwe ruimte geeft hem de mogelijkheid om meer, maar ook wisselende tentoonstellingen te organiseren. Ik ben op dit moment behoorlijk ver, zeg maar. Ik wil dat natuurlijk het liefst een beetje in de omgeving waar ik nu mijn museum heb. En er is een mogelijkheid voor mij dat ik inderdaad van het college de beschikking krijg om een pand te betreden. Die nu ook in handen is of eigendom is van de gemeente Groningen. Een aantal jaren leeg staat en daar heb ik mijn oog op laten vallen. En ja, ik kan wel zeggen dat we op de goede weg zijn.